De Dorcas voedselactie is er weer. Veel vrijwilligers komen deze periode in actie. Dit omdat wereldwijd 1 op de 10 mensen honger heeft. Bijvoorbeeld door weinig werkgelegenheid, wat in Moldavië het geval is. Of door te weinig regen, zoals in Ethiopië. En in landen als Jemen hebben conflicten een grote invloed op voedselzekerheid. En is het voor 17 miljoen mensen onzeker of er vanavond te eten is. Voor deze mensen zet Dorcas zich in. In noodsituaties, zoals oorlog, geven we voedselpakketten. Daarnaast richten we ons op duurzame oplossingen. We organiseren trainingen, zodat mensen een beroep kunnen leren en geld kunnen verdienen. We bouwen samen tuinkassen om groenten in te verbouwen, om zelf te eten en te verkopen. Zo draagt de lokale bevolking actief bij aan hun eigen voedselzekerheid. Eten is noodzakelijk om te kunnen leren, werken, spelen en groeien. Het is nodig om te kunnen leven. Brood nodig. Wij staan in Nederland op verschillende locaties voor de Dorcas voedselactie. Ook jij kan online makkelijk meedoen door het geven van een donatie. Geef via dorcas.nl/voedsel. Help jij mee?